Fabrikanten komen soms wel eens met hele speciale producten op de markt. Vooral rond de feestdagen en vooral rond kerstmis. Zo ook een chipsfabrikant uit een speciale supermarkt, een Duitse supermarkt. Die heeft namelijk een smaak roast turkey met chestnut stuffing. Dat is oftewel is gerooste kalkoen. En met een wilde kastanjevulling. Erg apart. Hoewel de zak niet erg apart is. Dat niet. Maar het is de smaak hopelijk wel. U kunt wel zien. Het is een deluxe. Waarschijnlijk heeft het al zien liggen. En ik denk van ja, zal het eigenlijk wel wat zijn? Nou, ik heb het voor de zekerheid maar wat meegenomen. Want je weet maar nooit. Nou, in ieder geval een leuke foto erop. Het zou maar zo Zuid-Duitsland kunnen zijn, in principe. Misschien Frankrijk of Engeland. En al het lekkers op de zak gelijk een beetje in de stemming te komen. Het is een geselecteerde uitgave. Een luxe geselecteerde uitgave, zeggen ze hier ook. Ik ben erg benieuwd. Nou, de andere kant van de zak vertellen ze hier ook een klein verhaaltje. Kan u eventueel lezen of misschien wel vergeten. Hoe zwaar is deze zak nou? Nou, het is een behoorlijke familiezak. Een bekend merk vind je ze niet zo zwaar. Deze is 300 gram. Dat is aardig wat. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Ik ga maar, het is maar eens openmaken. Ruik ik iets speciaals? Nog niet. Nog niet. Ik haal er wel een paar chipjes uit. Nou, het chipje op zich ziet er niet zo heel speciaal uit. Al is hij wel wat dikker. Dus ja, dubbel op en dubbel genieten. Misschien wel. Het ziet er gezellig uit. Mooi gefrituurd of gebakken, hoe ze het ook noemen. Ik ga maar eens proeven. Pak er nog een. De vulling proef ik niet zo heel erg. Die is niet zo erg sterk aanwezig, maar de geroosterde kalkoen zeker wel. Hoe ze het doen, doen ze het. Het is een heel erg smaakvol chipje geworden. Met een behoorlijke bite. Omdat die wat dikker is. Niet al te zout, waar ik erg van hou. Een echte aanrader, al is hier maar tijdelijk op de markt. Maar misschien ook nog wel na de kerstperiode. Wie zal het zeggen. Helaas is het niet een erg hardlopend product. Misschien ook maar goed. Voor mij betreft is het zeker een aanrader. Zeker voor de prijs. Al betaal je ietsje meer. Maar er zit ook veel meer in. Ook lekkere smaken. En met ja, gewoon goed gedaan. Kwaliteit dus. Dit was Clyde Jealous. Met een deluxe chipje. Roast turkey. Chestnut stuffing. Gemaakt door Deluxe dus. Voor de speciale uitgave van de Duitse supermarkt. Ik dank u voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag, dag.